Bij mij in de studio Piet de Bruin van N-VA, welkom. Dankjewel. U maakt zich zorgen om het uitsterven van de insectensoorten. Schets ons nog eens even de cijfers. Vrij recent zijn we met een nieuwe studie geconfronteerd. Die is gaan kijken naar 73 detailstudies en die eigenlijk samen tot de vaststelling komen dat onze insectenpopulatie schrikbarend snel achteruit gaat. 2 op de 5 insectensoorten vermindert in aantal. En de achteruitgang bij het aantal insectensoorten gaat tot 8 maal zo snel als de achteruitgang die we bijvoorbeeld bij zoogdieren zien. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat ze een heel belangrijke indicator zijn over hoe het met ons milieu is gesteld, met onze natuur is gesteld. Vandaar dat ik me inderdaad zorgen maak over de achteruitgang van die insectenpopulaties. Ja. Nu, minister Van den Heuvel heeft gezegd dat hij een globale insectenaanpak wil, niet soort per soort. Is dat een goede aanpak? Juicht hij dat toe? Ja, terecht ook. Het heeft geen zin om hier één soort te gaan identificeren en daar dan een beschermingsplan op te gaan stellen. Nee, je moet zorgen dat het ecosysteem waarin die insecten floreren en waarin zij belangrijke bijdrage leveren in het bestuiven ook van onze landbouwproducten, dat je heel dat ecosysteem gaat beschermen. En in dat opzicht vind ik de aanpak van de minister, of de aanpak die hij nu voorstelt, zeker zinvol. Ja. Als we het hebben over uitsterven van insecten, hebben we het automatisch over het gebruik van pesticiden, glyfosaat. Glyfosaat is verboden voor individuen, maar niet door de landbouw. Kan er in Vlaanderen een verbod komen voor glyfosaat? Ja, ik denk dat dat zeker kan, maar je moet het durven op Europees niveau bekijken. En daar heb ik de minister ook toe uitgenodigd. Op dit ogenblik wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa herbekeken. Het is nu het moment om te zeggen, wij willen naar een landbouw waarin minder pesticiden wordt gebruikt, waarin we meer inzetten op het vergroenen van landbouw. En dat kan heus op een schaal die ook voor een boer en voor een landbouwer, ja, het moet zijn brood kunnen verdienen, die haalbaar is. Maar dan moet je nu wel die prioriteit naar voren schuiven als Vlaanderen. Daar was ik wat teleurgesteld over het antwoord van de minister. Hij heeft wel even naar die Europese aanpak verwezen en het belang daarvan, maar hij heeft nog niet aangeduid wat daar de positie van Vlaanderen zal zijn. Of Vlaanderen echt die vergroening van de landbouw daar op tafel zal leggen. Ja, u gaat hem daar ongetwijfeld opnieuw over aan de tand voelen dan. Ja, en de minister heeft ook aangegeven dat het voor hem een belangrijke thematiek is. Hij heeft ook aangegeven, en daar ben ik zeer tevreden om, dat hij samen met zijn administratie en de onderzoekers, die de aanleiding waren voor deze vraag, ook om de tafel wil gaan zitten om te kijken wat kan Vlaanderen doen om ervoor te zorgen dat onze insectenpopulatie niet verder inkrimpt, maar integendeel terug kan groeien. Nu, een overheidsbedrijf als Infrabel gebruikt kennelijk ook glyfosaat om tussen de sporen te spuiten. Kunnen we overheidsbedrijven ook aanmanen tot een verbod? Ja, er zijn nog een aantal uitzonderingen. Er zijn nog een aantal bedrijven, en u noemt ze overheidsbedrijven, die in het kader van hun veiligheidsfunctie wordt dan aangehaald, nog glyfosaat kunnen gebruiken. Ik denk wel dat we ook moeten durven bekijken. Ik ben daar niet vies van om daar ook te pleiten voor een verbod, maar het moet natuurlijk het moet ingevoerd worden op een manier die het ook mogelijk maakt om de overgang te maken. Maar nog eens, ik vind het superbelangrijk dat je dat in een Europese context doet. Dat lijkt mij de enige schaal, of toch de meest voor de hand liggende schaal voor ons, om daar actief rond te zijn. Ja. U sprak daarnet over het vergroenen van de landbouw. Ik neem aan dat het dan ook inhoudt dat het leefgebied van de insecten op die manier kan verruimd worden. We hebben absoluut nood aan dat tweesporenbeleid, waarbij je enerzijds acties opzet of een beleid ontwikkelt dat de leefgebieden van insecten vergroot. En een tweede beleid is dus dat Europees beleid waarbij het aantal pesticiden, gebruik van pesticiden en insecticiden drastisch gaat verminderen. Maar het verruimen van het leefgebied van insecten is zonder twijfel een van de twee belangrijke sporen om te volgen. Als de insectensoort zo schrikbarend achteruit gaat, valt de tijd dan nog te keren überhaupt? Ik ben geen wetenschapper, maar ik moet zeggen dat het woord catastrofaal vaak gebruikt werd door de wetenschappers die ik hierover gehoord heb. Dus het is in elk geval 5 voor 12. Maar ik heb niemand horen zeggen dat het 5 over 12 is. Met andere woorden, het moet nu wel gebeuren, maar aan doemdenken hoeven we ook niet te doen. Ja. En die sense of urgency voelde u wel bij de minister? Ja, ik was vooral opgezet door zijn bereidheid om inderdaad het werk van die wetenschappers te bekijken en te integreren in het beleid dat nu ontwikkeld moet worden. En daarbij niet te focussen op één symbooldossier, maar echt het ecosysteem waarin insecten een belangrijke rol spelen, daarin te laten primeren. Oké, dankjewel, Piet de Bruin. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.